Goedenavond. Het Nederlandse reddingsteam dat zondag naar Nepal is vertrokken, coördineert voorlopig op verzoek van de Verenigde Naties de zoektocht naar de slachtoffers van de aardbeving. Het dodental is inmiddels gestegen naar 4500. Volgens de VN is het leven van meer dan 8 miljoen mensen ontwricht. Vooral buiten de hoofdstad is hulp nodig, maar ook in de hoofdstad hebben overlevenden het zwaar. De NS is verwikkeld in een flink schandaal rond de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Een dochterbedrijf van de NS kreeg afgelopen februari het contract in handen, maar naar nu blijkt op illegale wijze. In Baltimore zijn bijna 200 mensen gearresteerd na zware rellen in de stad. Die braken uit na de begrafenis van de zwarte Amerikaan Freddie Gray. Hij overleed nadat hij bij zijn arrestatie gewond raakte. In Baltimore zijn inmiddels noodmaatregelen afgekondigd. Trajectcontroles zijn een schending van het recht op privacy. Dat zegt belangenclub Privacy First. Vandaag boog de rechter zich over de kwestie. Ja, gaan we naar het weer met Peter. Peter, het was koud vannacht. Is dat de komende nacht ook weer zo? Ja. Belangrijkste nieuws van dit NOS-journaal. Door de aardbeving in Nepal is het leven van meer dan 8 miljoen mensen ontwricht. Dat stellen de Verenigde Naties. En intussen loopt het dodental nog altijd op. Een dochteronderneming van de NS heeft gesjoemeld bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. De betrokkenen zijn voorlopig geschorst. En straks in het jeugdjournaal ontbossing. Volgens het Wereld Natuurfonds is het nog niet te laat als regeringen nu ingrijpen. Tot zover dit NOS-journaal. Hier nu één vandaag met Pieter-Jan Hagens. Ik wens u een heel mooie avond.